Als je hamer goed zit, zo is het motto. En ik wil er geen zootje van maken bij de Cosmo Kapper, dus even netjes de voeten vegen. Volgens mij ga ik de goede kant op. Goed voor je conditie, even de trap op. Maar ze hebben ook een lift als je wat slecht te been bent. We gaan eens even kijken wie er allemaal zit hier. Kijk, hier wordt een meneer keurig netjes geknipt. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het goed hier? Ja, perfect denk ik wel. Ja. Wat kost dat nou, zo'n kapsel? Volgens mij bij elkaar 30 euro. 31 euro. 31 euro. Wat zou je ervan vinden als ik daar de helft van mee betaal? Nou, dat vind ik geweldig. Dat doen we dan namens het winkelcentrum. Dus ik ga voor u 15 euro mee betalen. Nou, hartstikke bedankt, winkelcentrum. Ja, nou, graag gedaan. Winkelcentrum boven het ei. Daar kan het gewoon allemaal. Ik zie er nog een mevrouw zitten. Die zit onder zo'n speciale kap. Hallo. Goedemiddag. Hi. U zit onder een heel speciaal apparaat. Ja, is dat zo? Ja, wat is dit voor apparaat? Een kap. Ik heb een maskertje in, dus... Een lekker maskertje. Ja. En wat kost zo'n maskertje bij de Cosmo Kappen, weet u dat? Nee, geen idee. Oh. 7 euro. 7 euro hoor ik. Nou, ik ga het maskertje voor u betalen. Nou, top, dank je. Ja, ik heb namelijk de pinpas van het winkelcentrum, okay. Dus ik ga voor u 7 euro betalen. Oké, okay, top. Nou, graag gedaan en geniet ervan, hè. Hallo, mevrouw. Hallo, ja, ik kom uit Friesland. Hè? U komt helemaal uit Friesland? Ja, ik kom er even bij zitten, mag dat? Jazeker. Maar hoe kom je nou uit Friesland terecht bij de Cosmo Kapper in Amsterdam? Hebben ze geen goede kappers in Friesland? Nou, dat wel hoor, dat wel. Daar wil ik helemaal niks over zeggen. Maar ik heb een vriend hier in Amsterdam wonen. En ik woon zelf in Leeuwarden dus. En ik zocht een goede kapper. Nou, dan moet je bij deze kapper zijn. Ja, nou ben ik met een hele leuke actie bezig. Ik heb namelijk de pinpas van de winkels hier. Van winkelcentrum boven het ei. Okay. En ik mag voor sommige mensen afrekenen of een gedeelte afrekenen. Wat wilde u gaan laten doen aan uw kapsel? Ik kom eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, kom ik eigenlijk om de 6 weken hier. En dus wat ik heel graag zou willen... Ja. Maar dat kan jij niet voor elkaar krijgen, denk ik. Wil je het paars hebben? Dat grijs wil ik forever altijd niet hebben meer. Nee, dat probleem ken ik. Maar daar moet je gewoon om de 4 weken de kwast doorheen gooien. Dat Friesen stug zijn, hè? Nou, ik vind je hartstikke gezellig. Ja, toch? Ja, dus je wil het laten verven? Ja, ik doe hier de uitgroei en dan gaat het weer... Want ja, ik ben natuurlijk al op leeftijd. Ik zeg niet hoe oud, dat wil ik niet. 19 plus... Zoiets, denk ik. Ja. Ja. Jij bent ook goed. Jij bent ook goed. Dank je wel. Nee, maar ja, het zit zo van... nou ben ik er even af, hoor. De uitgroei ging je laten doen? De uitgroei. En ik vind wat lang haar is, maakt wat ouderlijk. Dus ik denk, ik laat het weer goed een beetje wat lagen. Hadden we niet afgesproken met Melissa? Oké, maar ik ga even van het afronden. Ik wil eigenlijk weten wat het kost. Wat ben je van plan om uit te gaan geven? Ja, ik heb hier een vaste kapser. Is Melissa? Melissa, ja. Melissa, kom er eens heel even bij. Ja. Daar komt Melissa. Melissa, ze wil de grijze haar uitgroei laten behandelen en laten knippen. Wat denk je dat ze ongeveer kwijt is? Rond de 100 euro. Ja. Rond de 100 euro. Weet je, ik ga de helft voor jou betalen. 50 euro. Nee. Ja. Nee. Ik wil alleen een kusje op mijn wang. Echt waar? Dat meen je dat is het enigste wat ik ervoor terug wil. Oh, ze gaat ervoor staan. Nou, dan ga ik ook even staan. Oh, dank je wel. Dank je wel. Graag gedaan. Maar wie ben jij eigenlijk dan? Ja, leuke vent, hè? Ja, maar jij... ik heb een pinpas. Maar jij kent Piet Paulusma toch wel? Maar tuurlijk, Oetmoen. Oetmoen. Nee, maar ik ken jou helemaal niet. Dus... Nee, nou vandaag wel, want ik heb nu voor je afgerekend. Ik ben Jeroen en ik ben van winkelcentrum Boven het IJ. En ik pin gewoon voor mensen, omdat ik dat leuk vind. Wat geweldig. Ja. Nou, hartstikke bedankt. En tieren dank, succes. Ja. Nou, en ik zeg Oetmoen. Oetmoen. Okay. Is dit de wekelijkse gang naar de kapper, Jopie? De wekelijkse gang? Ja. Inderdaad, elke zaterdag. Ja, zo gaat dat, hè? Want het haar moet goed zitten, toch? Ja. Ja. En dan ben ik geen vrouw, hoor. Nee, dat heb je helemaal gelijk. En als je jezelf niet kietelt, iemand anders doet het niet, toch? Dan doet het niet meer. Nee, daarom? Niet meer. Nee, maar dus dan moet je het lekker zelf doen, toch? Zelf doen. Ja. Het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, maar mag ik je vandaag een beetje kietelen door een beetje mee te betalen voor je?
Jazeker, dat mag. Ja. Wat ben je nou gemiddeld op zo'n zaterdag kwijt bij de Cosmokappen? Nou, uit mijn hoofd weet ik het niet, want het gaat allemaal automatisch. Hè? Allemaal automatisch? Nee. 30 euro. Ik ga de helft voor je meebetalen. Oké. Okay. Ik ga 15 euro betalen. Hou je 15 euro over om lekker een kopje koffie te gaan drinken of voor volgende week? Ja. Bij wijze van spreken, ja. Nou, ga ik doen namens alle winkeliers uit winkelcentrum Boven het IJ. En ik wens je een heel fijn weekend. Dank u, hetzelfde. 15 euro, 7 euro, 50 euro. En die meneer was volgens mij 15 euro, maar ze gaan het vast wel even voor me uitrekenen bij de kassa. Pim, pas mee. Kijk, en bij de Cosmokappen krijg je ook altijd lekker een appeltje. Ja, weet je, en nu gooi ik het hele kassasysteem in de war bij de Cosmokappen. Want ja, dan moeten ze natuurlijk, ik betaal overal de helft van mee. En dan moet even allemaal in het systeem, want het moet wel kloppen natuurlijk vanavond. Kijk. Komen jullie eruit, meiden? Ja hoor, we komen eruit. Oké, nee, dan is het helemaal goed. Doe rustig aan, hè. Ja, die krijgt 50 euro cadeau, want die ging voor 100 euro. Ik heb bij iedereen de helft meebetaald, dus dat is. Ja, dat is lief, hè. En die mevrouw van dat maskertje, 7 euro. Nou, weet je, dat vond ik een beetje lullig om daar met 3,50 mee te betalen. Dus die krijgt gewoon heel de maskertje van 7 euro. 87 euro. En daar heb ik 4 mensen voor blij gemaakt. Nou, en het piepje, dat is altijd goed, hè. Nou, heel fijn. Als ik de bon van je krijg, dan ben ik blij. Kijk eens. Dankjewel. Een fijne dag. Ik neem een appeltje mee. En ik geef een lunch.